qua duurzame energie was dit plan, als het door zou gaan, enorm goed nieuws. Want 3 windmolens die veel energie opwekken, dan ben je als gemeente ineens in zicht van je duurzame energieambities. Dus qua duurzame energie was dit een fantastisch plan. Waarom is het dan toch niet doorgegaan? Er bleek in de uitwerking een aantal dingen te zijn waardoor dit initiatief van deze 3 windmolens op deze plek niet handig bleken. Er waren nog te veel vragen over onder andere de effecten op de uitgeefbaarheid van de resterende bedrijfsterreingronden. Er waren nog een aantal dingen onduidelijk over de plaatsing van de windmolens ten opzichte van het ecoduct. En daarvan hebben we gezegd, zoals het plan er nu voor ligt, kunnen wij hem niet goedkeuren. De term die eigenlijk steeds weer opduikt in dit verhaal is draagvlak. Is inderdaad draagvlak. Maar waarom is dit zo belangrijk? Ja, kijk, het is niet niks, zo'n windmolen. We kunnen als overheid zeggen dat wij duurzame energie enorm belangrijk vinden. Maar uiteindelijk heb je toch te maken met een vrij groot zichtbaar object waar mensen iets van vinden. En als politiek zijn we er ook voor de samenleving. En dan maakt draagvlak het verschil tussen of zo'n plan wel of niet door kan gaan. Ik vind draagvlak best een vaag begrip. Hoe peil je dat? Het is een heel lastig begrip, draagvlak. Het is namelijk niet zo dat we verwachten dat iedereen voor is. Die windmolens worden niet geplaatst omdat de initiatiefnemers denken dat iemand die daar een kilometer van af woont dat leuk vindt. Die worden geplaatst met een ander doel. Als je kijkt naar draagvlak voor windenergie in Nederland, dat is er wel. Dus in dat opzicht voldoende draagvlak. Als je kijkt naar deze specifieke locatie, zijn er mensen tegen, maar dat is altijd. Op een gegeven moment gaat het om van die grijze tussenzone, de grote hoeveelheid mensen die wel wonen in de gemeente, maar er niet rechtstreeks mee geconfronteerd worden. Wat voor gevoel ligt daar nou bij? En dan zie je dat de gemeenteraad, die heeft als opdracht dat gevoel zeg maar proberen op te pakken en te benoemen. En dat is uiteindelijk dus de negatieve kant opgeslagen. Oké, maar als ik terugdenk aan de bouw van een tunnel onder de N35 bij Nijverdal, dan wordt er helemaal niet gepraat over draagvlak. Waarom is dat nu ineens dan wel zo belangrijk als het over windenergie gaat? Ja, en dat is het dubbele van dat woord draagvlak. Kolencentrales is in feite het alternatief voor windenergie. Ja, want als je geen windmolens bouwt en geen zonneparken, dan zit je dus met kolenstroom. Kolenstroom heeft ook geen draagvlak. Kernenergie heeft ook geen draagvlak. Windenergie op sommige plekken ook niet. Maar dan kun je ook zeggen, is dat dan een reden om het niet te doen? Nou, dat is moeilijk voor een overheid. Ligt daar niet ook een rol voor jullie als gemeente? Ik vind dat dat wel primair hoort bij de initiatiefnemers. Kijk, we hebben initiatiefnemers, 3 sterke partijen, regionale partijen, die weten wat er hier speelt. Het is hun plan, dus zij moeten daar draagvlak voor verzamelen. GroenLinks stelt in een rapport dat jullie niet kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen als jullie geen windmolens bouwen. Dan is het ook een groot risico wat jullie nemen als jullie dit plan niet aannemen. Klopt. En het zou best kunnen dat GroenLinks daar gelijk in heeft. Het is in ieder geval zo, als je een windmolenplan afwijst, dit gebeurt nu op een vrij vrijblijvende manier. Hè. We zeggen als gemeente, nou, we doen dit niet. Maar zonder dat we gelijk antwoord gegeven hebben op de vraag, wat gaan we dan wel doen? Want een alternatief voor 3 windmolens is bijvoorbeeld 30 hectare zonnepanelen. En is niet geen windmolenplan. En je moet wel iets doen. En dat heeft de gemeenteraad en het college van BMW gelijk gezegd toen dit plan werd afgeschoten. Van dit plan met deze uitwerking biedt ons niet genoeg zekerheid om te zeggen dit is echt een goed plan. Maar we willen wel antwoord op de vraag wat gaan we dan wel doen. En die opdracht is onmiddellijk gegeven samen met het afwijzen van deze business case over deze windmolens. Om een antwoord te geven op de vraag hoe gaan we wel 20% CO2 reductie redden in 2020. Nou, daarvan worden nu gesprekken gevoerd, worden de opties verkend. En uiteindelijk willen we wel aan de samenleving en de gemeenteraad terug gaan leggen. Dit heb je nodig om 20% CO2 terug te brengen. Je kan kiezen of zoveel windmolens, of zoveel hectare zonnepanelen, of biomassa teelt, of energiebesparing. Maakt me niet uit, het gaat me om het doel en niet om het middel. En windmolens zijn slechts een middel. Maar we moeten wel antwoord geven op de vraag, hoe gaan we het doel halen? En daar zit wel wat haast achter dus? Ja, er zit wel haast achter, want we hebben eigenlijk in deze hele gemeente wordt volgens mij 1,6% van de energie in deze gemeente wordt duurzaam opgewekt. 1,6%. Dat is extreem weinig. We lopen enorm achter. Het is alleen maar wat zonnepanelen op daken bij mensen en her en der een bedrijf. En ik bewonder die inzet, maar we hebben veel meer massa nodig om een beetje mee te kunnen doen richting de landelijke en de provinciale ambitie.